Er staat een vliegtuig aan de A36, maar dit is de vlucht naar Parijs. Een soort bovendekker zou een slecht idee zijn voor een komeetvlucht. We rijden waarschijnlijk met de bus naar ons vliegtuig. Dames en heren, we zullen nu de lichtintensiteit in de cabine verminderen. Dit is een normale procedure. Dames en heren, nog onze gezagvoerder. We zijn aangekomen bij de startbaan in gebruik. Vanochtend startbaan 25 rechts, dus de opstijging in de westelijke richting. Nog geen vliegtuig voor ons, dus het vertrekt binnen een klein minuutje. Ik wens u een heel aangename vlucht. Hij zou moeten zijn opgekomen, maar er is er altijd geen spoor van te beginnen. Mensen aan de linkerkant van het vliegtuig die gaat zo dadelijk buiten opnieuw heel de lichtvervuiling van de randstad van Nederland
gaat u binnen een minuutje ongeveer een heel heldere ster kunnen zien. Die lijkt te pinken, die zo aan en uit lijkt te gaan, een klein beetje als een vliegtuig. Ik kan ze nu nog niet zien, die ziet het nu recht voor ons. Dat is de ster Sirius. Die is ook aan het wandelen gaan momenteel. En dat is een van de helderste sterren, nee, niet één van de helderste sterren, dat is de helderste ster van heel de hemel. Oké, de linkerkant ziet u schuin, ja, schuin voor u ziet u nu Sirius. Oké, voor de linkerkant, we zijn nu ter hoogte van Orion. Dus u ziet nu dat sterbeeld heel mooi, 90 graden op de rand van het vliegtuig eigenlijk. En dadelijk komen ook voor u aan de linkerkant de Pleiaden in. Mensen aan de rechterkant kunnen ondertussen zien dat de schemering goed is geworden. Maar u ziet ook, dat is een heel kleine band, dus naar boven ziet u wel dat zonder enig probleem stellen. Zodat de piloot ook probeert, de vluchtleiding hoeft links om zo westelijk mogelijk te doen. U weet dat de zaagraad uit het oosten komt, en zo proberen ze, heel veel scheelt het niet een liedje of zo, maar proberen we ze een klein beetje toch op boven te zijn, zodanig dat we nog lang kunnen genieten van het donkere hemel. Aan de ene kant de lichtgloed van de opkomende zon en aan de andere kant is het helemaal donkerblauw, maar nog altijd niet verlicht, dus dat gaat nog even duren. Misschien nog even zeggen dat de oorspronkelijke plannen voor de waarnemingsvlucht waren dat we een hoogte zouden gaan van 11 kilometer. We hebben dan toch toelating gekregen van Eurocontrol om hoger te vliegen. Dat is met medewerking van de vluchtleiders. Toelating gegeven aan 13 kilometer te kunnen vliegen en om eigenlijk hier vrij te hebben om regelmatig deze op te maken. Dus dat is op zich ook weer een meevaller. Voor de rechterkant van het vliegtuig, u hebt gemerkt dat de schemering nu heel snel gaat. De meeste steden zijn ondertussen verdwenen. U moet eens kijken naar de onderste rode band. Dat is eigenlijk al het licht van de opkomende zon dat u ziet. Dat reflecteert tegen de hoogste luchtlagen. En de rijke kleuren van dit dat u hier ziet, dat is eigenlijk alleen maar iets dat u kan zien op grote hoogte. Dus ook al in een vliegtuig of op een hoge berg. Als u op die grond bent, is er eigenlijk te veel atmosfeer. En die zorgt ervoor dat die felle kleuren die u hier ziet, dat die veel feller vervagen. Nu is het kwestie naar regelmatig de schuiven te kijken aan de rechterkant, maar u gaat dat nu heel veel snel zien veranderen. Er is een amateur-astronoom die regelmatig lange vluchten doet, die ook al afgeleid.
dat was ook niet goed. Er zijn ook nog geen waarnemingen uiteraard van op de grond van de komeet. En het is wel zeer de vraag of dat we hem nog gaan kunnen zien. We zien het snelle uitdoven. Maar dat leest u dan wel de komende dagen nog wel op de website van Urania. Mensen die rechts nog zien, zien momenteel ook de bloedvetters toenemen.